dat ik meteen wegging. Ja, het was niet anders, maar ik vond het ook goed om even met Finland weg te gaan om wat minuten in mijn benen te krijgen en ben fit teruggekomen, dus dat was wel lekker. Dan ga je naar Finland, daar zit Frederik Jensen ook. Wat was het eerste dat hij tegen jou zei over je overgang naar Twente? Ja, feliciteren natuurlijk en dan was blij dat ik naar Twente toe kwam, want hij kent natuurlijk ook als speler bij Finland. En, hij vertelde ook goede verhalen over Twente en hij was blij dat ik naar Twente toe kwam om nog een Fin extra erbij te hebben. Dat was heel leuk. Dat het goed geregeld is hier, faciliteiten zijn goed, het is een grote club en je kan je spelen heel goed ontwikkelen hier verder. En, een beetje dat soort dingen, weet je. Gewoon een positief gevoel gaf hij mij en dat is ook wel gebleken hier. Ik ben nu hier net een paar dagen, vijf dagen ongeveer en het bevalt goed. Natuurlijk wou je het liefst beginnen met een overwinning, maar dat kon helaas niet. Maar goed, we gaan nu vol voor zondag en moeten we dan de punten maar pakken. In hoeverre kon je in de wedstrijd merken dat je nog niet heel veel met die jongens samen hebt kunnen trainen? Ja, natuurlijk. Die vaste patronen in de wedstrijd die ontbraken wel. Maar goed, dat is ook logisch als je zo kort bij elkaar bent. Je moet natuurlijk aan elkaar wennen en de loopvormen van anderen herkennen. En ik denk dat gewoon wat tijd nodig heeft voordat het optimaal tot beschikking is. Alleen dat moet zondag dan weer wat beter dan afgelopen zondag. We hebben goed met elkaar gezeten en we hebben een goed strijdplan voor zondag. Daar ga ik nu niet natuurlijk verklappen wat het is, maar ik heb er goed gevoel bij. En we begrijpen elkaar wat we willen en dat is denk ik het belangrijkste op dit moment. Dat iedereen de juiste kop dezelfde kant op steekt. En, dat moet blijken in het veld, we moeten het in het veld laten zien en we kunnen wel overal over praten, maar het moet wel gebeuren nu.